De nieuwe coalitie van Almelo presenteerde maandagmiddag haar coalitieakkoord met de titel Ambitie, Daadkracht en Vertrouwen. Vele plannen op vele thema's. Hoe wordt het allemaal gefinancierd? Ferm streven in deze raadsperiode is om plannen af te maken. Eén daarvan is de pilot Vrij parkeren in de binnenstad. Zoveel miljoenen de afgelopen periode kon er eigenlijk niks. Hoe kan dat nu wel dan? Nou, één voorbeeld daarvan is dat wij hopen dat wij binnen, en daar is het herstelplan ook op geënt, dat wij binnen 2 jaar weer onder het financieel toezicht uit zijn van de provincie. Dat betekent dat wij daar zo die 5 miljoen die we daar per jaar voor reserveren, zo richting onze eigen kas weer kunnen storten. We sparen daarbij ook door. Meneer Theo die gaf het net aan, tot een eigen vermogen van rond de 12 miljoen. Ja, en als je dan zover bent, hopelijk over een jaar of twee, dan kun je ook weer het zoete proeven. Maar voorlopig zitten we nog even in het zuur. Heel veel plannen, bijvoorbeeld het hele parkeerbeleid, hè? Want hoe wordt dat dan gefinancierd? Want dat was toch altijd een heikel punt. Ja, nou, daar hebben we heel duidelijk van gezegd. Het is een van de middelen die wij aanwenden om opnieuw traffic, zoals dat zo mooi heet, weer mensen te krijgen naar onze binnenstad. Om koopstromen te genereren, zoals dat allemaal met een mooi woord heet. En daar hebben wij van gezegd, van dat kunnen we niet alleen. Gratis parkeren bestaat niet, dus dat zal ergens vandaan moeten komen. Aan onze kant doen we er 3 ton bij. Er zit nog in de exploitatie van Stadstoezicht, die zich ook bezighoudt met parkeren, ook 3 ton. Maar wij vragen ook van het bedrijfsleven in Almelo om daaraan aan mee te werken. En of dat dan de ondernemers van de binnenstad moeten zijn, of dat dat breder getrokken kan worden, omdat daar mensen zijn die daarbij aan toe willen dragen. Dat weet ik niet, dat moeten we nog met elkaar bespreken. Maar daar zit ook 3 ton in, en dan kom je samen op 9 ton. En daar kun je de pilot in ieder geval voor de komende 3 jaar mee vullen. Maar die wordt wel tussentijds wordt die geëvalueerd, want op het moment dat het aantoont dat het geen zin heeft, ja, dan stoppen we er natuurlijk mee. U bent een kleine partij, ze hebben je hard nodig, hè? Ik kan me voorstellen dat u er ook wat uitsleept. Het belang van de stad is ons belang, zo simpel zitten we erin. En de dingen die ik noem, preventie, schuldhulp, ook aanpak van mensenhandel, zijn dat typisch punten die allemaal gewoon in ons verkiezingsprogramma staan klaar. U bent tevreden? Wij zijn tevreden, we zijn trots op het akkoord.